verandering. Wat gaat er gebeuren? Er is beweging, dat is het goede nieuws. Maar het is een mega klapper. Nou, het eerste hoop dat met Max alles goed is. Jammer dat het gebeurt, maar als ik het zo zie, werd er gewoon gepiepeld. Want de Grosjean ging veel te vroeg op hem. Dat wordt duidelijk te zien. Maar ja, ik zag hem direct bewegen, dus dat is wel goed. En zorg het om, hè? Tot de 64e ronde reed Max Verstappen een prima race. De coureur startte vanaf de 9e plek, maar kwam door een mislukte pitstop ver achter te liggen. Ja, de pitstop speelt zeker met, joh, dat ding. En dan wil ze natuurlijk wel pushen om vooruit te komen. Anger bang erop, proberen met een tweede stop. Om sneller te zijn, best sneller als die Anger. Maar ja, achter Vettel blijven hangen en dan nummer petje af. Als ze het in de pit verkloten, wat moest ze dan nog doen? In een jong 20 seconden vast zijn met een achterwiel, vind ik gewoon belachelijk. Nou, ik denk dat Max zich hier laten zien, en Max heeft zich al eerder laten zien dit seizoen, dat toch wel van het juiste racehout is gesneden, het juiste hout. De trots overheerst. Verstappen kwam na de mislukte pitstop goed terug en kon twee concurrenten inhalen. Tot het misging en een abrupt einde kwam aan de race van Monaco voor Verstappen. De volgende race is op 7 juni in Canada. Dat is sowieso een mooie tijdstip om 7 uur 's avonds. Goede staf. Geweldig. Ja, zeker. Hoppa, Arnhem. Ja, natuurlijk. We gaan weer opnieuw beginnen.